Wie rolt de lekkerste sushis van Nederland? Deze week gaat de Japanse topchef meneer Oshima samen met culinair columnist Joël Broekaert op zoek naar de beste amateur sushikok van 2015. Gisteren moesten de kandidaten een sashimi maken waarin de kunst van het snijden hoog in het vaandel staat. Voor sommige kandidaten was dat een lastige opgave. Toen ik hem dus omdraaide en ik zag die huid eraan, toen flitste door mijn hoofd bakken, branden. Het moet eraf. Hoe? Jullie moesten net sashimi voor ons snijden. Dat was niet voor iedereen gesneden koek. Sommigen hadden het nog nooit gedaan. Meneer Oshima gaat nu laten zien hoe het echt moet. En ik weet niet of jullie wel eens sashimi besteld hebben. Dan krijg je dat altijd met van die leuke kleine witte sliertjes. Dat gaat dus allemaal met de hand. Maar dat gaan we zien. Bij sashimi, een van de bekendste en meest typische Japanse gerechten, wordt elke vissoort op een geheel eigen wijze gesneden. Afhankelijk van de structuur en de malsheid van de vis. Echt heel stoer om te zien. Hij bleef ook heel rustig en hij nam alle tijd. En de techniek, ja, dat is gewoon oefenen. Als je dat ziet, is echt, je denkt van, dat is echt kunst. Zo precies snijden, ja, super. Zo. Ja, mooi. Ja. Zo had het dus eruit moeten zien. Nu gaan we kijken wat jullie ervan gebakken hebben. Tja, hoe zullen onze 5 kandidaten het gedaan hebben rondom het oranje thema? De druk is hoog, want vandaag moet er 1 kandidaat naar huis. Paul probeert de jury te imponeren met een eigen gebrouwen pilsje. Koningsdag? Hoe? Hoort een biertje bij. Hoe? Kampai. Kampai. Hai. Kampai. Bierliefhebber Paul van Wingerden woont met zijn vriendin Berdy in het pittoreske Delft. Wat voor kok is Paul eigenlijk? Wat is Paul precies voor kok? Ik denk dat hij het heel erg leuk vindt om met van allerlei keukens te experimenteren. Surinaams, Italiaans, ja, van alles eigenlijk. Ik ben op een gegeven moment sushi gaan koken door mijn vriendin. Ik heb ooit een kookboek van haar gehad. Nou, in het begin, het is wel goed te eten, maar het ziet er dan, in het begin ziet het er gewoon niet uit. Dieren zijn heel belangrijk voor mij. We hebben ons hondje Kasper, mijn grote trots, ons aquarium. En we hebben een mierennest. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Als hij de wedstrijd wint, dan heeft hij ook een beetje aan mij te danken dan. Want ik heb hem ooit een boek gegeven over sushi. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen, dat hij meer sushi's gaat maken. Dus dan kan hij u dankbaar zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Sashimi wa iyo desu ne. Is een prima pilsje, Paul. Dankjewel. Ja, jammer dat het daar niet om gaat, hè? Helaas. Wendy heeft als thema de vrijmarkt. Een festijn waar alles kan en mag. Eten? Dankjewel. De rijst is beter dan vorige keer. Maar een beetje hot, dus kan het. Een beetje dik? Maar salmon was gewoon rijst, kan hè? Ah. De rijst was wel oké. Ze vonden hem te hachelen, zullen we maar zeggen. Erik heeft zich laten inspireren door zijn zoontje, die het wel leuk vond om een kroontje te gebruiken. Usugimasu ne. Is te dun. Lidie heeft een antiek geboortebordje en hoopt daarmee punten te scoren. Alleen zit de sashimi nogal gevangen in haar creatie. Sashimi? Ja, maar... Het viel me meer mee als dat ik had verwacht. Mijn rol was niet echt goed, maar ook niet zo slecht als dat ik had verwacht. Dus ja, het kan nog alle kanten op.
Ries heeft een koning Willem-Alexander poppetje gemaakt die de man bij het hond uitlaat. Ja. Hij lijkt. Dankjewel, dat was de bedoeling. ちょっと美味しくないですね。 Fish. Oh. This is good. それは薄すぎますね。 Dankjewel. Meneer Oshima zei gewoon letterlijk dat hij mijn rijst vies vond. Ik vind het echt heel erg spannend of ik er nog bij zit, ja of nee. Zo, dat was een lange dag. En dan komt onvermijdelijk het moment dat wij een keuze moeten maken. Erik, jij begon lekker. Dat was een prima rijstopdracht die jij gedaan had. Dankjewel. Maar bij de tweede opdracht was de maki weer te groot en de sashimi weer te klein. En toen heb je weer wat steken laten vallen. Lidi, jij hebt ons in de eerste opdracht een maki gepresenteerd waar het zeewier helemaal in een spiraaltje erin zat. En dat hoort niet. Bij de tweede opdracht was hij weer niet helemaal netjes. Wendy, het is een beetje rommelig. Ries, die rijst, dat blijft toch een beetje een zwakke plek. En Paul, je sashimi was heel eigenlijk de mooiste, netjes op formaat en mooi van dikte. Maar bij de rijstopdracht was alles eigenlijk juist weer niet zo mooi van formaat. Dat maakte het best lastig. Maar ja, dan moet er eentje gaan. Zo desu ka. Zannen desu ga. Ries. Dankjewel voor de kans. Jammer hè. Shit. Wat balen. Maar ja, alles valt in staat met de rijst, zo werd gezegd en dat klopt. En mijn rijst was niet goed, of niet goed genoeg, dus jammer. Gefeliciteerd jongens. Dankjewel. Al even opgelucht adem. Ja, nou. En dan daarna gelijk die stress er weer op, want het wordt alleen maar moeilijker van het ding. Ja. Jigai mo te kasai. Dankjewel. Dankjewel. Oog van de naald. Echt wel.